To the mama. Yeah. Hello. Hello. To mama. Thank you. Oh, mijn koffer. Mama, jullie zijn gemist. Ja. Ja. Maar je hebt mooie lange haren. Oh, dan. Shaky. Oh, shaky? Ja. Wauw. Zo, wie hebben we daar weer? Tiki. En Mimi. Is Mimi weer lekker chippy? Ja. Yeah. Mim, wat doet papa auto? Mim, papa. Wat is dit nou? Ja. Hebben jullie een glijbaan binnen? Ja. Niet te geloven. Hebben we... Wing! Jullie zijn echt gek. Ja. Ning! Mim! Jij bent echt gek. Doei! En we hebben deze. Ja! Hi. Love you, Tiggy. Dankjewel. Doei! Oké, dames en heren. Ik ben hier met een complottheorie. Vertel eventjes aan mijn volgende. Ja. Vertel het eventjes. Nee, ja, ik heb het net helemaal verteld. Vertel even dan. Mensen, nu heb je de kans om een verhaal te doen. Nou, het klopt gewoon niet. Ja, wat klopt niet? Ja, het hele Balenciaga verhaal en ik ben gewoon al dagen tot in de nacht allemaal dingen helemaal wallen aan het uitzoeken. Maar dit is dus wat het met je doet, hè? Dit is wat het met je doet. En wat ga je ermee opschieten? Niks. Alleen jezelf. Je gaat jezelf helemaal gek maken. Maar het enige wat ik wil, is dat kindermisbruik in welke vorm dan ook gestopt wordt. En het wordt al jaren in de doofpot gestopt. Jaren? Al eeuwen? Al eeuwen. Nou, en ik vind gewoon dat daar iets mee moet gebeuren. En dan dat hele Balenciaga, wat het ook is, wat het doel van die campagne is. Of het nou, kijk, bewust is het zo en zo. Het is eigenlijk een hele goede, doordachte campagne. Ik heb jou nog nooit zo gezien, Sjen. Nee. Alleen, de vraag is, wat is de boodschap? Is de boodschap dat we er eindelijk over spreken... Dat het eindelijk, dat het onderwerp aan het licht wordt gebracht. Of zijn het ook walgelijke mensen? Ja. Heel veel mensen daarboven zijn wel pedofiel, hè, zeg maar. Ja, dat heb ik dus ook allemaal geplaatst. Ja, ja dat heb ik ook allemaal. Heel veel mensen pedofiel. Maar dat is het hele probleem. Al die elite, daar hoor je allemaal niks van. En alles wordt in de doofpot gestopt. Weet je wat grappig is? Als je gaat kijken naar de mens, de burger... Als wij met z'n allen, dus echt iedereen, zo opstaan, dan staan sterker dan de overheid. En zo, hè? Maar ja, dat gaat nooit gebeuren. Weet je wat heel veel mensen in zulke situaties denken? Ja, dat denken mensen. Ik kan er toch niks aan veranderen. Precies. En daar gaat het mis. Maar dus zeg ik, want als iedereen dat denkt, dan gaat er ook niks gebeuren. Maar degene die het proberen, wordt doodgemaakt. Laten we met z'n allen wel proberen. Ja, maar dat bedoel ik. Maar de voorbeelden die het wel doen, die worden dus doodgemaakt. Waardoor mensen bang worden en denken van, ik ga niet eens wat doen. Kijk, ik heb er wel niet dood, maar ik heb er wel over nagedacht. Kijk, kom je halen. Nee, maar het kan dat ik natuurlijk veel van mijn werk wel verlies. Omdat je over mijn werk op gaat? Nee, omdat ik mijn mening erover geef en allemaal dingen uit. Waarom denk je dat ik geen samenwerking heb? Ja. Niemand wil met mij samenwerken. Ik ben al één keer eerder een samenwerking van €22.000 verloren. Echt? Omdat je wat zei over Nee, omdat jij wat had gezegd. Free the people. Maar ik vind het echt belangrijk dat je jezelf blijft. Want veel mensen, zeg maar... Ja. Mensen zoals ons, nu jou erbij niet. Die zijn nodig. Wij zijn nodig in dit. Kijk, maar veel onderwerpen, moet ik ook eerlijk bekennen, dan denk ik... Ik ga me er niet te veel over uiten. Waarom niet? Ik kan daardoor mijn baan verliezen. Mm-hmm. En ik moet ook voor mijn kinderen zorgen. Klopt, is waar. Maar dit is een onderwerp wat ook van belang is voor mijn kinderen. Dus raak ik het hierdoor kwijt... Dan ga ik wel in een frietent staan. Dan sta ik er echt achter. Maar misschien is die frietent-eigenaar ook wel een complot. Nee, maar kijk, Quinn. Wat ik eigenlijk probeer te zeggen. Ik heb liever
dat ik onder een ergens, weet ik veel, ergens ja, in een schuur woon met twee kinderen die gelukkig zijn. En dat voor de hele wereld. Dat je ziel verkoopt, zeg maar, in plaats van je ziel verkoopt. Ja, dat of dat dit eigenlijk dan langer doorgaat. En, want is een kind daarna dan nog gelukkig? Na therapie en weet ik wat? Nee, dan kan je ook alles hebben. Maar als er iets met je kinderen gebeurt, klopt, dan zijn ze ook niet gelukkig. Dus ik vind dit gewoon een onderwerp waar echt iets aan moet gebeuren. Het is bizar dat jij ooit, ik heb jou nooit in deze staat. Nee, verwacht. Ik ben echt altijd heel... Dit boeit je allemaal niks. Nou, ik zeg er niks over. Maar jij hebt nu wel gelijk het meest gevoelige onderwerp gepakt, zeg maar. Jouw Instagram wordt gewoon verwijderd, Danny. Nou, ik heb daar wel over nagedacht. Ja, die mogelijkheid is er. Instagram is ook erg. Weet dat snap ik dan weer niet. Dat, zeg maar, Instagram verwijdert dan dat soort dingen wel. Maar... Ja, maar dat is het erge. Die zitten waarschijnlijk ook in het complotten. Ja, maar dat kan. Ja, algoritme. Heb je al gemerkt? Als je mensen zulke dingen plaatst, dat je algoritme ja, omlaag. Jouw kijkers zijn zo gaan omlaag. Kijken. Dat is vaak met zulke dingen. Ik had ook, als ik altijd bij corona of zoiets, nou, is gelijk fataal. Wacht, ik ga even kijken, ja. Mijn bereikte accounts zijn 10%, 10,5% omlaag. Maar mijn betrokken accounts zijn met 30,6% omhoog. Dus wat is omlaag gegaan? Bereikte accounts. Ja, dat dus mensen die mij kunnen zien. Dat is toch gewoon, het is dus gewoon meer 10%, ja. Dat is toch ziek. Ja, maar betrokken accounts... Ja, maar omdat dat met mensen gaan praten van, je hebt gezien wat Shen. Maar de algoritme gunt jou dus nu minder, zeg maar. Klopt. Dat is toch gek eigenlijk? Zeg maar, terwijl dit soort dingen moeten juist besproken worden, vind ik. Oké, okay, ik ga nu kijken hier. Ja? Ja? Het is echt zo, kijk nou. Mijn stories worden nog maar 48.000 keer bekeken. 48.000? Ja. Normaal is het gewoon de helft meer. Tussen de 80 en 115. Ja, dit is echt, dus daarom Instagram... Van vandaag echt... allemaal pas 30, 32. Ja, dat is vies. Ik heb dat ook. Maar daarom, soms mijn verhaal wordt ook maar 20k bekeken. Hoe dan? En nou, dat kost mij dus geld, want mijn samenwerkingen klopt worden gekocht op het aantal weergaven. Ja. Ja, zo zie je, jongens. Iedereen denkt altijd, social media is leuk werken. Moet je nog wat zeggen? Iets positiefs. Een positieve afsluiter. Hey. Zet allemaal een belletje aan van mijn profiel. Dan kan je zien wat ik post. En ik zal er ook een highlight van maken. En als ik niet meer op Instagram ben, dat kan, hè? We hebben wel bewijs nu, zeg maar. Ja, alles, zeg maar, dat is klopt. Dan is dat dus waar het vandaan komt. Dames en heren, dit is een mooi moment om jullie toch een klein beetje mee te nemen. Ik heb dit eigenlijk niet eens echt veel gedeeld in mijn vlogs, maar ik heb een nieuw supplementenbedrijf. En die heet, nou, het heet Quality Nutrition. Het is officieel Quality Nutrition. Maar de branding is Shaky Time. Hier. Rommelig. Dames en heren. Shaky Time. Shaky Time, dames en heren. Ik dacht een leuke naam. Want de kids zeiden altijd, papa Shaky. Dus ik dacht, wat is leuker dan Shaky Time? Nou, dit is toch helemaal geweldig. En omdat het Black Friday is, hebben we een zwarte pot met een witte belabeling. Met een witte... Met witte labels. Dus een zwarte pot met witte labels. Was de bedoeling dat de pot helemaal wit zal zijn. Dus ook de sticker wit en de pot wit. Maar ik moet zeggen, dit vind ik ook best wel nice. Laat even in de comments achter wat je van deze vindt. Ik heb helaas die witte, heb ik hier niet bij me. Die ligt in Beverwijk. Anders kon ik jullie het verschil laten zien. Maar laat me weten wat jullie van deze pot vinden. Ik heb een beetje haast. Ik heb ook een t-shirt aan. Quality Workout, Quality Nutrition. Je ziet het, het is officieel, dames en heren. Maar ik heb een beetje haast, want we moeten twee producten toevoegen aan de website. Maar ik zou 6 uur live gaan. Het is inmiddels al 7:50. Dus ik ben snel dat aan toevoegen. En dan, ik heb nog 20 minuutjes, dus ik ga dat even snel doen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Boe! Heren, goedemorgen. We zijn weer lekker aan inpakken. Tenminste, weer. We zijn net begonnen. Maar weer, want ik heb het eerder gedaan natuurlijk in het verleden. Voetbal staat lekker aan. Ja, shaky time, dames en heren. Het is chaotisch hier. Maar dat hoort erbij. Ik heb hier een vetburnertje. Ik heb hier een shaky time. Ik ga het gelijk even erbij zetten bij mijn lading. Ik zou zeggen, bestel man. Bestel, dames en heren. Simos. Simos gummies. Blueberry. Aardbei. We hebben Dior. Wat we meesturen naar mensen. Alleen, zoals je ziet, zijn er nog maar 3. En die zijn nu ook al weg, want er staan nog een paar bestellingen open. En die gaan deze in. Dus ja.
Mijn eigen lijn, dames en heren. Het heeft eventjes geduurd, maar we zijn er. Shaky time! Zo jongens, goedenavond. Tijgie wil niet slapen. Poefie. Wat is dat nou? Ik heb papa... papa eten besteld? Ja. Ga je even met papa mee eten dan? Ga je mee eten met papa? Ja. Ja. Ga maar daar eens toe. Patatje. Patatje. Wil je patatje? Nee, sausje. Wat? Sausje. Sausje? Ja. Wil je saus? Ja. Je bent echt gek. Dit was niet de bedoeling. Ik dacht, ik ga lekker eten voor mezelf bestellen. Maar Tijgie wou niet slapen. Ik zeg, jongen, kom maar lekker beneden. En nu ben je lekker met papa aan eten. Ja. Dus dat nou. Jij moet wel slaapje doen, hè? Zo. Boefie. Tijgie! Zeg maar goedemorgen. Goedemorgen. Wing, 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 wing. 3, 2, 1. Hoe was wat? Oh, de speen inderdaad. Papa, oh! De speen was weg. Maar ik had eentje in mijn auto toch? Oh! Deze, kijk. Dus ik had hem gisternacht dat ik hem deze ging. Yeah! Hij ging huilen, 2 uur in de nacht en huilen. Dus ik dacht, wat moet ik doen? Wie? En toen ging ik naar de auto snel rennen en toen heb ik die speen gegeven. Toen ging ik slapen. Oh. Shane liet me gewoon achter, jongens, zonder speen. Ongelooflijk. Ik denk dat die ene in de beloning ligt. Ja. Dus ik heb er nog maar een nieuwe gekocht. Ja, nu ook eigenlijk te laat, hè? Stel, ik had een slapeloze nacht gehad. Nou, jij hebt ook wat. Ik had gisteren eten besteld. Oh. Toen kwam die nog even bij me zitten in de avond. Ah, ja. En daarna ging die wel slapen. Maar in de nacht werd hij dus wakker. Kijk eens, jongens, hè, hoor, bij de oliebollenkraam. Het is zo lekker allemaal. Als ik dit zo zie, wil ik alles. Staat op Curaçao een oliebollenkraam? Hé? Ja. Op Curaçao? Ja. En die is echt een mek. Daar staat altijd een rij van 3 uur. Ik dacht, dat is nou iets leuks voor jou om te beginnen. Oliebollenkraam. Dankjewel. Op Curaçao. Hoi. Eerlijk? Dat is wel iets voor mij. Ik zou dat... Nog oliebolletjes. Hoi, oliebol. Ik zou het checken. Lekker. Ik heb hem weer in. Zo jongens, iedereen lekker aan de oliebollen. En Tijgie zit lekker aan de poedersuiker. Ja. Niet te geloven. Nee nou. Uh-oh. Mie moeder. Mie. Ook nog meer. Wat doet Mie nou? Meer. Mie papa. Ook meer! Ook meer! Beetje! Papa! 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 Mimi! 2, 1! Ja! Mimi gaat ook gewoon. Nog een keer. Mimi! Tijgie! Oh, ik ging snel! Nog een keer. Ik kom van de hele hoge glijbaan. Hoor, dikke beest. Stijl. Ja. Ja. Durft Tijgie dat? Ja. Van de hele hoge? Ja. Ik kan heel snel. Heel snel gaat die hoor. Wow. Tijgie. Durf je dat? Ja. Ga papa laten zien dan. 3, 2, 1. Ja. Ah. Oh, Tijgie. Nog een keer.
Ja! Kijk, ik kom! Ja! Mimi is wakker omdat ze nog een keer durft. Ja! Oh, jij is heel stijl. 3! 1, 2, 3! Woe! Zo jongens, we zijn buiten adem, het parcours is gerend. Ja, laat zien aan papa dan. 3, 2, 1. Wow, goed zo Taiki. Jongens, het is al lang gesloten. Het is al 5 over 6. Jullie zeggen nog ja, mama is daar achter, hè? Ja, even wat drinken. Even wat drinken. Het is al lang dicht. Kijk, maar dit is chill, als het zo is. Voortaan moet je gewoon 5:30, als je abonnementje hebt, kom je gewoon 6:30, alles eruit. Maar hier hebben ze alleen 10 ritten. Dit is echt leuk man. Nee, hij zit toch met een abonnement? Nee, 10 ritten. Nee, abonnement, dan kan je altijd. Hij zei je kan een abonnement nemen en dan kan je voor altijd hier komen. Zeg maar. Oh. Niet een jaar abonnement, gewoon echt een abo. Kom maar Mimi, wil je bij mami? Kijk, die mensen zijn schoonmaken. Iedereen is al weg. We gaan gewoon nog even lekker een rondje in de bloem houden. Mim! Met de eikoek. Mim, mim! Complete schijt. Jongens, laat sluiten, hè? Hé! Hey. Iedereen komt met eten alsof, zeg maar, alsof ze thuis zijn. Dadelijk love it. Wij worden zo weggestuurd, dadelijk. Kijk, iemand stofzuigen daar al. Inmiddels al een half uur gesloten, Shen maakt nog eventjes lekker crackers voor de kids. Alsof, het gewoon, alsof je thuis bent, Shen. Ze dacht dat Shen erg was, maar kijk, je neemt het over, hij blijft gewoon. De laatste. Doei, Dijk! Kom! Tik een kitty. Tik dan. Kom, kom. Oh, ze gaan weg! Tiny! Stel, daar ging dicht en dan denk je, ja, wat is er gebeurd? Zo, dames en heren, dit was weer een vlogje. Ik lig lekker in bed. Gisteren was ik lange tijd weer even uitgegaan. Even een party hardy. Het was super gezellig, maar ik ben kapot. Maar ik heb wel lekker even de vlogje kunnen editen nu voor jullie. Het was moeizaam. Zo, dat was echt zwaar om te editen, man. Maar het vlogje is klaar. Jullie hebben me al afgekeken, want je bent aan het einde. Ja, wil ik jullie bedanken voor het kijken. Like en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En laat even een leuke comment achter. Laat even iets positiefs achter. Positive vibes. Nou, dames en heren, dank ook voor het kijken. Meer liefde, minder haat. Is je boy Q. Boe!